Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. De komende twee weken beginnen de Amerikaanse markten een uurtje eerder in verband met de zomertijd. Ondertussen zagen de indices na een aarzelende start tegen het slot de koersen weer aantrekken. De Dow Jones en S&P 500 sloten rond een half tot 0,7% hoger. De Nasdaq schreef 1,1% bij. Ondertussen blijven de macrocijfers sterk doorkomen en duiden op een herstel van de economie. De dollar- en olieprijs vielen wel iets terug. Morgen komt de Federal Reserve Bank met het rentebesluit en toelichting. NXP Semiconductors schoot 9% omhoog na nieuws dat het in de S&P 500 komt bij de volgende herweging. Ook in Azië plusjes op het slot. De indices wisten tussen 0,5% en 0,8% aan te trekken. Alibaba blijft onder druk liggen in China. De overheid wil dat het e-commerce bedrijf haar mediaonderdelen gaat afstoten. De futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een 0,5% hogere opening. En Europese baggeraars sluiten de rijen nu Chinese concurrenten meedingen naar opdrachten in Europa. Volgens de baggersector worden de Chinese bedrijven gesteund met overheidssubsidies, waar de Chinese markt voor Europese partijen verboden is. Buiten Europa vallen de traditionele baggeraars als Van Oort en Boskalis ook al steeds vaker buiten de boot bij opdrachten. En Zalando publiceerde gisteren na beurs een handelsupdate. Men verwacht over Q1 een stijging van het bruto merchandise volume met 50% en over heel 2021 zal dit naar verwachting 30% zijn. Daar vloeit dan een omzet uit van rond de 10 miljard euro. Op de agenda vandaag ZEW economisch sentiment uit Duitsland. We hebben detailhandelsverkopen, industriële productie, vertrouwen huizenbouwers en bedrijfsvoorraden uit de VS. Bij de analisten zet Goldman Engie op kopen, koersstoel 1530. JP Morgan zet Just Eat Takeaway op kopen, koersstoel 139. Redburn zet Adyen op kopen. En we zien BMO Capital zet Netflix op kopen, koersstoel 700. En Benchmark Capital zet Netflix op verkopen met een koersstoel van $472. En in ieder geval morgen is er wel weer een nieuwe market update van BNP Paribas. We'll be right back.